Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Nele Kous, N-VA-kandidaat voor West-Vlaanderen, 11e plaats. Ik ben reeds gemeenteraadslid in de mooie stad Brugge. Ik ben 37 jaar, politicoloog van opleiding en onderneemster in de horeca en de e-commerce. Maar vooral de trotse mama van 3 zonen, mijn zoontje Linnert en 2 pluszonen Iben en Efren. Ik wil mij vanuit het Vlaams parlement inzetten voor onze economie om Vlaanderen mee op kop te krijgen. En daarvoor heb ik uw stem nodig op 26 mei. Waarvoor dank. Waarom stapt u in de politieke strijd? Zo'n anderhalf jaar geleden ben ik eigenlijk actief geworden in de partijpolitiek. Toen heeft men mij gevraagd om de tweede plaats op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge voor N-VA op te nemen. Dat was een plaats waar ik uiteraard zeer mee vereerd was. Maar de politieke interesse die zit er eigenlijk wel al lang in bij mij. Ik heb destijds politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Gent. En ook thuis destijds aan de keukentafel alle politieke onderwerpen die passeerden wel de revue. En dat kon wel eens tot pittige discussies en gesprekken leiden. Ik kom ook uit een echt Vlaams nest. Het is er echt met de paplepel ingegeven. Ik was 3 jaar en ik ging al jaarlijks mee naar de IJzerbedevaart. En dan op een bepaald moment heb je 2 keuzes. Ofwel blijf je aan de zijlijn staan, luidkeels commentaar geven. Ofwel zeg je van nee, ik ga eens actief gaan deelnemen en ik ga in het politieke speelveld stappen, mijn nek uitsteken, me engageren en hopen om zo via de politiek iets mee te kunnen veranderen. Want politiek bepaalt ons leven op heel veel domeinen. En die keuze heb ik dan ook gemaakt. Om mee iets te kunnen gaan veranderen. En voor mij kon dat ook maar bij 1 partij zijn. En dat was bij N-VA. Want ik ben ervan overtuigd dat die partij voor de nodige veranderingen kan brengen. Ze hebben het al gedaan en we gaan dat nog verder doen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor de quote plus et on vous. De heren van Gruthuizen die wisten het al meer dan 600 jaar geleden. We moeten niet twijfelen aan ons eigen kunnen. Er zit meer in ons. We moeten de lat echt hoog gaan leggen. We mogen eigenlijk geen vrede gaan nemen, vind ik. Persoonlijk met zo'n ja-ja-mentaliteit. Zo'n mentaliteit waarbij we zeggen, ja, het is wel goed. En, er moet niet zoveel veranderen. Nee, we moeten voor onszelf altijd de lat gaan hoog leggen. Zowel in onze economie, in onze ondernemerswereld, ook in het onderwijs. Elk persoon heeft zijn talenten en die talenten moeten we gaan ontwikkelen, laten bloeien, laten groeien, zodanig dat we met Vlaanderen mooi op kop kunnen raken. Gewoon zeggen, ja, het is wel oké. Nee, dat is zeker niet oké. Het begint al bij het onderwijs. We zien toch dat in het onderwijs dat de kwaliteit een klein beetje achteruit gaat. En dat men het welzijn boven de kwaliteit van ons onderwijs begint te stellen. En daar kunnen we geen genoegen mee nemen. Ook daar moeten we zeggen, plus et on vous. Elk talent van elk kind moeten we gaan ontdekken. Moeten we laten excelleren. En dat zit op elk domein. We hebben toekomstige goede loodgieters. We hebben toekomstige goede elektriciëns, we hebben wetenschappers in wording. En voor iedereen gaan we samen de lat hoog leggen zodanig dat we Vlaanderen mee op kop krijgen. Vandaar, plus et on vous. We moeten niet twijfelen aan ons kunnen, want we kunnen het echt wel. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik zou kunnen gaan voor een evidente en voor een de meest voor de hand liggende keuze. En dan kijk ik naar onze partijkopstukken, zoals onze voorzitter Bart de Wever, Zuhal Demir, onze gedegen Jan Bon. Maar toch wil ik ietsje breder gaan en ook internationaler, ook vanuit mijn achtergrond. Ik heb destijds politieke wetenschappen gestudeerd en gekozen voor de specialisatie internationale betrekkingen. En daarom kies ik toch voor een meer internationaal voorbeeld. En dan wil ik er niet eentje uitkiezen, maar dan wil ik een paar topfiguren eruit gaan kiezen. Namelijk diegene die op het puin van Wereldoorlog II, die in de naoorlogse periode een visie hadden, die hun nek uitgestoken hebben en die eens op lange termijn gedacht hebben en een fantastisch mooi project gerealiseerd hebben. Namelijk de Europese Economische Unie. Het heeft ervoor gezorgd dat voor het eerst in zeer lange tijd er vrede is op het Europese continent. We kunnen heel veel zeggen
over Europa. Er is ook al heel veel inkt over gevloeid. Maar één ding kunnen we wel zeggen, het werkt wel. De vrede is al een hele lange tijd een feit op het Europese continent. En vandaar vind ik dat zijn topfiguren die hun nek uitgestoken hebben en die iets moois gerealiseerd hebben. Wij bij N-VA, wij zijn wel zekere eurorealisten. De Europese winkel die rammelt soms wel wat. Het kan een heel pak efficiënter, het kan een heel pak transparanter en ook met veel minder kosten. Maar toch, de basis ervan, de basis van het Europese project, van de constructie, is de economie. En economie is en blijft nu eenmaal de motor voor onze welvaart. Vandaar dat wij daar volop op inzetten. Wij zijn ook voorstander van vrije markteconomie, zeker aangezien we met Vlaanderen een enorm exportland zijn. Dus dat zijn voor mij zeer grote voorbeelden, die mensen die in de naoorlogse periode zo'n mooi project uitgewerkt hebben. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses liggen vanuit mijn achtergrond als onderneemster uiteraard in de eerste instantie bij economie en ondernemen. Ik geloof heel hard in dat we volop moeten inzetten op onze ondernemers, dat we hen alle kansen moeten geven en een gunstig ondernemersklimaat voor hen creëren, waarbij de administratieve mallenmolen, de administratieve romslomp een heel pak naar beneden gehaald wordt, waarbij die vele regeltjes, procedures, dat allemaal veel vereenvoudigd wordt, zodanig dat de mensen veel meer gestimuleerd worden om uit te breiden, om te starten en dergelijke. Daarnaast vind ik ook dat we heel hard moeten inzetten op de mensen die werken, die willen werken, die hun kansen grijpen. Mensen die hun kansen grijpen, die moeten we ook alle kansen gaan geven. Daar is het ook een beetje hetzelfde, zoals de quote die ik eerder aangehaald heb. Plus et en vous, we kunnen het echt wel, we moeten de lat hoog leggen en we moeten ook alle kansen geven aan de mensen die die lat hoog willen leggen en die onze regio, ons Vlaanderen, mee op kop willen brengen. Ik ben daarbij persoonlijk voorstander van een open en een vrije markt, maar wel met de nodige correcties. We moeten ervoor zorgen, met de nodige sociale correcties, we moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan. Er zijn altijd mensen die dreigen uit de boot te vallen, die achterblijven. En ook hen moeten we meenemen in het verhaal. Het verhaal van werken, want werken zorgt voor een inkomen. Een inkomen zorgt voor een zekere vorm van welvaart. Dus werk is en blijft de beste vorm om uit de armoede de beste weg om uit de armoede te raken. Daarnaast vind ik cultuur ook een zeer belangrijk aspect en is ook een van mijn interessegebieden. Maar cultuur, dat gaat breder dan enkel een museum, tentoonstellingen. Persoonlijk ga ik heel graag een keer een ander soort museum gaan bezoeken. Pik ik graag een stevig rockconcert mee. Maar cultuur zit ook in kleine zaken. Het is ook een way of life. Als we bijvoorbeeld in Brugge rondlopen, we hebben prachtige musea daar. We hebben ons historisch erfgoed. Maar de cultuur in Brugge zit ook, je kan daar zeer lekker gaan eten, je kan daar zeer lekker gaan drinken, het is daar goed om te leven. En die gastronomie, dat is ook iets, dat is ook een deel, een onderdeel van onze cultuur. En dat is een troef hier in Vlaanderen die we veel sterker moeten gaan uitspelen. Evenals onze gastvrijheid, wij zijn van nature uit, dat zit echt in ons DNA. Wij zorgen graag voor de mensen, wij zijn zeer gastvrij. En dat zijn troeven, die Bourgondische levensstijl, onze gastvrijheid, waar ik vind dat we veel harder moeten op inzetten, het gaan uitspelen, ook de vrijheid die we hebben. We hebben elke dag de vrijheid, de keuze om 's avonds te kunnen iets te kunnen gaan drinken, iets te kunnen gaan eten, hoe we ons leven invullen en onze vrije tijd. En dat is ook iets zeer belangrijks, want het hoort bij ons. Het is die vrijheid, het is een basiswaarde toch van onze samenleving. Vandaar dat cultuur toch in al haar brede aspecten, naast enkel de klassieke muziek en literatuur, ook de gastronomie, dat we daar zeker moeten op inzetten. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat er anders kan, het eerste dat dan direct bij mij opkomt, zeker als ondernemer, dat is dat het toch wel allemaal een beetje zeer, zeer traag gaat in de politiek. Het mag gerust wat sneller gaan. Als men kijkt tussen een idee, een voorstel, de goedkeuring ervan en dan de uitvoering, de beslissing,
dat duurt toch wel allemaal zeer lang. Er gaat er een zeer lange tijd over, tot 2 jaar. En aan die structuur, aan die politieke structuur, daar moeten we toch dringend iets gaan doen. Ook in het algemeen onze instellingen. Alles moet wel veel efficiënter en sneller gaan. Als burger, als ondernemer, raak je toch wel snel ontmoedigd door de vele procedures. Men wil gaan bouwen, men wil iets verbouwen, men wil een zaak opstarten. Met een bestemmingswijziging doorvoeren. Voor alles moet je een aanvraag doen, voor alles moet je een bepaalde procedure doorlopen. En tegen dat je een antwoord gekregen hebt, zijn we al vele weken tot maanden verder. En dat kan toch allemaal wel wat sneller. Ook onze vergadercultuur, daar scheelt het toch ook wel iets aan. Ik zie dat ook bij ons in de gemeenteraad. In plaats van een voorstel, iedereen zegt zijn mening, heeft zijn opmerkingen, de bedenkingen, repliek. Nee, we vervallen veel te veel in een debatcultuur. Waardoor het allemaal veel langer duurt en het gaat dan veel te traag. En als ondernemer erger je daar natuurlijk op bepaalde momenten wel door. Want op die manier gaan eigenlijk goede ideeën, die gaan gewoon verloren tijdens een lange mars doorheen alle instellingen. Dus vandaar de topprioriteit om iets aan te doen is toch wel de traagheid van het politieke systeem. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Als voorwerp heb ik vandaag het fluitje, het gele fluitje, meegenomen. En waarom heb ik dit fluitje meegenomen? Eigenlijk omdat ik een signaal wil geven. Ik wil de mensen eens wakker fluiten. Ik wil dat de mensen wakker zijn, want binnen een week, op zondag 26 mei, is het zover. En moeten we ons toch wel goed bewust van zijn welke keuze we gaan maken. Want de beslissing die we nemen op 26 mei in het stemhokje, die zal heel veel bepalen welke weg we instaan, welke veranderingen er kunnen doorgevoerd worden, welke hervormingen er op de tafel kunnen gelegd worden. En daarom wil ik met het fluitsignaal, met het fluitje de mensen wakker houden. Want als we zien wat er op ons afkomt, als het aan de rood-groene partijen afhangt, dan maak ik me toch wel zorgen en dan wil ik ook wel dat de mensen alert zijn en wakker zijn. Vandaar het fluitje om ons wakker te houden.